Hallo mensen van Dutch Minecraft Games en welkom bij een nieuwe League of Legends video. En ik speel weer met Damien en Cedric. En wij twee gaan onder en Cedric gaat de jungle in. Maar als je met mij was langzaam. En nou, Cedric... ik ben blij dat ik met niet ben, want als het feit kan, heb ik geen zin in. Ja, of Orianna. En als ik top was, was tegen Fiora, dan heb ik al helemaal geen zin in. Dus doei. Wij moeten tegen Faris en... Ja, tegen Varus. Kut beest. Lee Sin jungle, dat is best op die jungler. Hey, Volibear is tof. Wacht, ik ga... Nu zien jullie het beeld weer, want ik heb het even zacht gezet. Damien, kom je mee? Damien? Damien is dood, volgens mij. Damien? Maar ik en Sveen zitten lekker in de bosjes. Dan doen we maar wat. Damien! Kut. Je hebt geen support, jongen! Nee, dat is kapot eraf sterven. Ja, hij werd net geroepen of zo. Ik vind het best wel vervelend, want Fraps... Damien is gewoon... Hij kan gewoon geen enkele andere lane dan botlane. Mid heeft Zitten niet zitten. Top heeft geen zin in en jungle doet hij ook nooit. Kut, Fraps laat mijn game weer laggen. Fraps is echt kut bij League, hoor. Nou, bij mij... Ik nam het ding op en nee. Nee? Nee. Gewoon totaal niet gewoon. Oh, bij mij wel. Maar het ligt niet aan de computer, want we hebben dezelfde. Ja, dan moet wel. Of ik moet, voor mij moet iets speciaals erin als je stopt of zo, die ze nooit doen. Omdat ik tot 1000 klant ben of zo. Heel raar. Nee, grapje. Ik heb gewoon hetzelfde als jou. Alleen een ander lichtje. Ja. Maar Damien moet even snel komen. Damien! Damien? Gewoon als ik kan kiezen, zeg ik gewoon nee. Oh, ik haat Veigar. Wie niet? Oh, daar de komt beest. Damien pas aan. Damien? Je bent slecht support. Lieve mijn lullen. Ja, ik ben een beetje aan het afsterven hier nou, hè? Ja, daar kan ik niks aan doen. We hebben Veigar, we verloren. Iedereen... Oh, Veigar... Ja, doen. Die man is groter dan jou! Ja, dan gaat het niet goed, nee. Je hebt alle duurste skin van Veigar. Ja, die mag. Ah, no life. Hij moet er wel fantastisch mee zijn. Dat hoeft niet. Hij moet er wel fantastisch mee zijn. Hoeft niet. Ja, ik loop fucking achterna omdat hun door bleven praten. En ik heb op het begin een beetje fout gemaakt met build. Maar dat was grappig. Je wordt kei irritant. Als jullie zo'n goede kastenteam zijn, dan moet het geen probleem zijn. Als ik level 2 ben. Dan ben je dood. Nee, dan zijn hun dood. Als ik raak, en het goed gaat. Wie moeten we focussen? Maar de stun is de... raak. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Doe maar eerst Varus. We zien wel hoe het uitpakt. Die man, die kan die penetrerende anus schieten van hem. Fucking vervelend. Ja, maar dat is Varus. Penetrerende Varus. Ja, penetrerende Varus. Zo noemen ze hem ook wel. Dat is een bijnaam. Mis. Dat was een pittige aparte tijd. Nee, ik hoef... Ja, nu sterf ik af. Met greedy. Kutzooi! Ik hoefde die man nog maar één keer te hitten. Klopt. Goed voor de beeld van de camera. Oh ja, we zijn aan het opnemen, hè? Laten we maar gewoon stoppen. Hoi mensen, hoi kijkers vanuit Minecraft Games. Welkom. Maar ook bestel dat jij wat zei. Ik wist niet dat we aan het opnemen waren. Oh mijn god. Nah, fuck you! Dat soort voorbereiding krijgt hij dus. Fraps is weer mij weer aan het pesten. Alweer? Ja. Doet hij wel vaker, ook bij Minecraft. Ja, dik van die build spike. Niet echt lag spike, maar echt van die stoekjes. Ja, geloof je. Ik vind het echt kut. Die kut Veigar.
hoeft hem niet eens één keer te hitten. Hoeft hem maar aan te kijken. Wat is met Blitz, hè? Folibear, slechte jungler ooit. Ik trof die man wel, hoor. Oh, deze zie je wel beter dan die ander. Ja. Ah, ik had een boltfoutje. Hij is zo'n RPG-poppetje. Kijk, grappig. Ik dacht, ik moet gelijk even dat killetje maken, maar ja. Meh. Nee. Hij ging niet aan lopen. Hij ging dik spiken toen we hem aan het aanvallen waren. Ja? Ja, Fraps is zo kut. We hebben. Mooi. Ik wou net zeggen, nu sterft hij mooi wel af. Ja, dat deed hij lekker, hè. Zo dat sprintje en gelijk trekken. Ontwijk hem. Oh. Ja, het is een beetje lastig, want hij is heel lang aan het charge en dat is zo van... Waar gaat hij heen? Maar ik weet niet, ze had een ward of zo, want ze liep richting mij. En wat, toen viel ik mijn aan uit paniek. Oh, je bent een jungle. Uit paniek. En toen killden we dat beest. Ja, dus het was geen goede gang, maar je had gewoon geluk. Ja, toen deed daar weer zijn traag ding en toen was hij gewoon stuk. Ja, dat doet hij goed, hè? Ja, dat doet hij goed. Hij heeft ook een leuke skin voor Darius. Ja, een skin? Een skin. Ja. Ja. Heb je dat echt niet door? Nee, ik let niet op. Ik was weg. Dat is je reden voor alles, of niet? Kut. Jij vangt ook gewoon volledig die pijl op. Hij zit hem ook volledig om mij te schieten. Health potion gebruiken, dat ben ik aan het doen. Jezus, wat ben jij een noob, hé. Oh. Nee, hij durfde niet. Nee, hij wou zijn Q schieten, maar die had ik gedodged. Want dat is wat Lee Sin moet doen. Zijn Q schieten. Oh mijn god. Ga je weer beginnen over Lee Sin. Ja, want dat deed ik die hele dag dus van auw. Ja, dan moet je ook beter doen, maar dat deed jij dus niet. Nee, die dag was ik pittig slecht. Ah, die man kan ze... Dat ben je altijd als je nieuw karakter uitprobeert. Die man kan ze pittig stun. Laten we met... ik kan terug. Ik heb... mijn lekker item. Oh, ik heb ook 1200 nou. Ik kan BF sword kopen. 12.000 is beter. Je moeder. Wow. Wat een moeder. Waar is nou die fucking gangs van onze super jungler? Hey, ik heb eentje gedaan en het was Nou, eigenlijk geen gang. Eigenlijk viel je aan uit paniek. Ja, maar hij ging wel dood. Van welk beest heb je in het begin eigenlijk gepakt? Blue, toch? Ja, dat was geen goede keus. Hoezo niet? Als ik red pak, is Blue makkelijk. Dat is waar. Nou, jij bent niet echt af. Ben je... Heb je schoenen? Nee. Waarom ben ik dan gewoon niet sneller? Je bent wel sneller, maar ik sprong. Oh, nou, Darius is lekker bezig hoor, killing spree. Ja, maar die man heeft een skin, dus dat verwacht je. Nou. Wij hebben toch ook een skin? Ja, maar ik bedoel, verwacht je toch ook... Ah nee, ik liep al terug. Daarom wil ik dus een skin voor Bram. Teringhond. Wow, ik zat op 30 fps. Kut Fraps. Fraps lijkt gewoon meer bij dit spel, hè, dan bij Battlefield. Krijg. Battlefield is zwaarder. Ja, joh. Alleen door Fraps. Fraps kan dit spel moeilijk aan of zo. Dat is zo kut, hè, als iemand dat doet. Kut minions. Maar hoe weet je dat ik zie gank als we bij de toren staan? Fiora ja, staat... Ja, doe je niet net wel! Beneden staan ze niet bij de toren, maar in mid en zo. Ik bedoel, daar staan ze wel bij. Hier staan ze wel, maar daar... Mid is ze net weg. Ah, dat is jammer. Dat is zuur. Helemaal niet. Noob. Ja, maar dan is het gewoon... Ik begin niet, zeg. Een beetje hoger is. Ik kijk liever als Sven is het. Maar dan gaat het dus net niet. Weet je hoe vervelend dat is? Ja, maar dat was de andere potjes ook de hele dag. Cooldown.
Kutzooi, weer net niet. Ja, als we daarmee wel de hele tijd die minions en toren kunnen pushen. Ja, maar net niet is niet leuk en dan word jij niet gefeed. Dat klopt. Dus dan is het nutteloos, hebben we slecht werk voor. Ja, hij is vol leven. Oh. Ik weet niet wat hij probeert te doen, maar... Pittige man zijn. Die vrouw kan van de pas op, hij wil... Oh. Wat wou hij? Weet niet. Oeps! Oh. Fuck die tenten, joh. Ik deed niet wat ik wou. Ik wou hem airborne, maar weet je wat? Nee. Kutspel. Kijk eens, mislukt. Ho! Ja, dan springt gewoon gelijk. Die dodge was ziek! Ik heb het niet gezien, want het is helemaal weinig. Ah, je zult hem terugzien op de video. Ja, een beetje chagrijnig nou. Als ze wennen. Ja, ik snap deze chagrijnig. Ik probeerde jou te redden door die airborne, maar weet je wat hij deed? Helemaal niks. En nu zijn we die toren kwijt. Ja, dat is kut. Kijk, hij heeft wel minions hoor, hoef je niet bang voor te wijzen. Nou, dat is wel zuur. We hebben nooit die minions. Nee. Volgens mij is het niet onze push of zo, die wij niet begrijpen. Ja, met twee man als een idioot die minions schieten, hè? Maar dan ben je kutsupport als je dat doet. Even kijken, heeft hun support beesten? Ja, 13. Noeps. Kutvijger. Ja, ik pak er nu ook eentje, omdat ik die... ik pak er nu twee. Wow. Op de kaart ging je opeens een fucking stuk om verder. Die is wel lekker te zien. Deze skin is niet handig voor zijn... zijn stiekemigheid. Nee, wat doe ik? Ik misklikte. Ben ik een fucking aan het doen, man, noob? Wow. What the fuck? Dat ding is breder, hij had hem moeten hebben. Als hij zo ver naast een minion komt, dan zit hij erin hoor. Wat zit hij hier in het bosje? Zet hij hier net een ward neer? Hang die ding nou niet op. Lek spike. Alweer. Sven heeft pittig lastig, want Oriana toen ik voor gankje sprong in één keer bij. Beter. Duurt wel lang hoor. Mijn ult is echt zo'n timing, jongen. Als ik te vroeg doe, schiet ik hem weg. Als ik hem te laat doe... Oh nee, dat kan niet. Als je hem te laat doet, dan is hij weggekomen. Ja, als ik te vroeg doe, schiet ik hem weg. Oh! Eén van een... Oh ja, ik heb die Sin natuurlijk gekilled. Ik heb blue en red buff. Stomme kut, niet zo. Auw! Noobly Sin. Pas op, je hebt weinig lever. Genoeg om pittig te zijn. Oh, Lee Sin komt. Kun je springen? Oké. Okay. Oh, oh, oh! Dan moet hij komen! Nu moet kom komen. Dan! Ah! Ah, vieze man. Varus raakte me pittig. Ja, dat weet ik. Daar kwam bijna weer mijn red and blue delivery. Kutbeest is het ook, hè. Ging die bijna afsterven hier. Hij was afgestorven als Varus er niet was. Ik opeens naar jou toe. Oh nee, ik moet niet meer gaan. Dat, die charge ding is kut hoor. Het geluidje of wat? Nee. Ik heb het over die Varus. Oh ja, die penetreren in de pijlzaal zit die kan op afstand. Dat is gewoon zijn nee. Kut minions. Afsterven jullie. Meestal ook een zaag die beesten. Hij ging denk ik iets veel voor door. Hij nou, heeft de kill. Mes. Zelfs, hij had zelfs die minions niet. Oké, okay, ik ga wel proberen weer te helpen. Maar dat beest ontkomt. Oh, laat maar. Range. Trek je wel range. En nee, die trekt hem niet eens toe. Oh! Nee, wat doet hij? Ja, maar kijk, dat is kut. Dat doet hij heel vaak. Maar hij moet er dan gewoon overheen springen. Kut, sorry. Ik kom net aan de gank, heeft hij net twee dood. Ah, flash beest. Ik snap niks van het beest en het beest is ik dodge dus dit keer wel de penetrerende pijl.
Maar de eerste keer raakte hij je. Ja, de eerste keer. Daar ging je bijna dood. Ja, die toren zijn we kwijt. Ja, dat is kut. We hebben verloren. Nee. Onze lane wel. Nog niet. Jawel. Nu hebben we onze lane verloren. Nee, is pas als beide toren stuk zijn. En tot nu toe... zijn we achter. Ja, en tot nu toe zijn we bijna elk poortje in het begin. Kut. Ja, maar dat moet niet. Ben je een noob als je dat bent. Ja. Ben jij ook. Nee. Wie heeft al de kills veroorzaakt? Dat dacht ik ook. Oh man. Ping ook even. Ah, kut bliksem. Oh nee, dit keer deed hij goed werk. Ik ben de minions aan het pushen. Dat is een teken. Dat bedoel ik. Ik mis die te vaak, ik ben slecht bezig. Ja, dat is jammer. Er loopt daar boven. Oh, dat is Foliebeer. Zegt ook ja. Niet dat hij in de buurt is of zo. Hey, ja. Oh, dat pas op de pijl. Ze weten waar ik zit. Oh, de pijl. Oh, fuck. En ineens staat het hier. Wat? Dikke ult beest. Hij slaat me over de dingen. Oh. Waarom? Als dat ding, als ik hem klik, dan gaat hij al. Weet je hoe kut dat is? Ja, ik heb echt chagrijnig hoor. Ik mis dat ding zo vaak. Als ik ze raak, zijn ze dood. En dan moet ik ze wel raken, jij bent dood. Nou, dat heb je gelukt. Die vijger. Ja, de vijger is een kutpoppetje. Kom maar aan, gek. Die kut, man. Ze doen te veel damage. Oh, complete ignite. Ja, ze doen echt veel damage. Jezus. Gewoon alle drie. Ja. Oh, waar ben je nu? Ik kan je inhalen! We moeten even pitten gaan. We moeten even die mensen stuk maken. Ik ga weer voor die quadra. Oh, daar iets komt helpen. Nice. En dan peert hij hem hoor. Maar dat spell shield van jou is zo'n klootzak. Ja, dat weet ik. Ja, dat is gewoon mijn standaard shield die komt. Ja, weet ik. Maar die blokt echt gruwelijke spells hoor. Maar die Oriana is niet beter hoor. Want dat is ook een klootzak. Moet je niet even dankjewel zeggen tegen onze Darius? Nee, want door mij heeft hij een kill. Ja, report die vieze jungle, want die kan ook niks. The fuck? Jongen. Kom snel, we moeten ons alleen gerechtigheid bieden. We moeten die toren even slopen. Ah. Kreeg hij ook damage van. Ja, hij gaat die toren, oké? Ja, fuck it, tower push. Tower dive. Ben ontkomen aan Lee Sin. Oh, was hij er? Ja! Hij schopte me in turret range en dan vijger toen flashte ik over de muur sprong ik over de andere muur. Oh, nou we hebben de turret. Maar ja, ik ging voor de turret tussen twee mannen in. Volgens mij waren ze weer meer bezig met jou. Ah, ik miste hem. Hij liep terug door jou. Klootzak. Heb je hem alsnog of niet? Ja. Fuck. Denk, oh, nu ga ik hem ook stien ook. Weet je? Ja, precies. Oh, 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 oh. Is niet gelijk gevaarlijk. Oké, onze links is weer gelijk, maar we hebben het wel verpest. Oké, ze heeft haar fles gebruikt toen ik kwam. Eigenlijk hebben wij gewoon twee kill, of hun maar twee en wij hebben er vier, maar... En wij hebben tegelijk te horen. Please stop bij mij. Lelijk zijn.
Geen zorgen, meisje. De Pinnacle Mage stopt voordat ik geboren werd. Knipoog. Please stop met ganken, denk ik dat ze bedoelt. Wacht even. Ja, iedere keer gebruikt ze een flash om echt te komen. Gaan we pushen of gaan we mid verneuken? Ik zie nu niemand. Maar wie weet, ziet niemand jou ook wel? Ik ben echt bang. Klopt zo. Kun je dit worden? Ja, weet je hoe ik dat doe zo? Cool. Heb je Sinestone? Nee. Ga het eens kopen. Heb je geld voor? Is maar 800. Ik denk dat ze Draken aan doen zijn en daarna ons willen slopen. Nou, als wij daarvoor die toren hebben. Dan zou dat lekker zijn. Vijker is boven. Die TP denk ik weg en daarna hierheen. Ik kan hem wegschieten. Deed gelijk om damage te... Ga het bosje in. Oh. The fuck, Jesse. Ik dacht ik doe even cool omdat jij dat niet kan. Ja, maar laat staan, ik was nu afgestorven. Ja, dan had ik me kut gevoeld. Ja, daar had ik je ook gewoon gereport. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ja, tuurlijk. Ja. Maar je wordt echt te snel gereport, hoor. Ja, je moet gewoon goed je best doen. Ja, maar ik bedoel echt, je wordt snel gereport. Hoe gaat die zween van ons eigenlijk? 0 op 2, lekker hoor. Weet je waarom? Dat beest is echt zeer pittig. Wat, Oriana? Ja. Ja, dat is heel pittig wijf, hoor. Ja, nou, Sveen is toch ook zo pittig op een kerel? Ja, dus ik vind dat ze niet zo moet aanstellen. Hij was alleen redelijk gewonnen en mid gaat echt vervelend, dus... Maar top. Ja, nou, jullie zijn even verder dan ons, alleen wij hebben de toren alleen verloren. Alleen hebben we nu pittig gepakt. Ja... Zouden we boven blijven pushen of onder blijven pushen of zouden we... Zouden we nog heel even pushen. Want... Jungler! Ja, dat was geen SS van mid, hè? Ja, dat heb ik net ook al gedaan, maar... Ja, maar dan kunnen ze niet zeggen dat wij het niet hebben gedaan. Ja. Mm-hmm. Alleen Mid had het wel moeten doen. Oh, wat doet Vijger. Mid, je moet je lane beschermen. Ik ben alleen even die minions weg aan het houden van toren. Hier is niemand. Nou, laten we pushen nu. Yes, ja. Oh, nee. Nou, daar zijn de twee. Ja, hier zijn er twee. Ik wil Veigar pakken en toen kwam Rihanna. En toen dacht ik van, nope. Het is mooi dat daar de twee zijn en het mid ook, want dan kunnen we deze inhibitor pakken. Maar ik denk dat we daarna wel gepakt zijn. Ja, we gaan ook pittig afsterven. Oké, rent Cedric tegemoet. Uh-oh. Ik kan ze wegschieten, dus het belangrijkste target kan ik wegproeven. Kom naar Cedric toe. Hallo. Kom, laten we samen door de jungle wegsprinten. Ah! Draken is waarschijnlijk toch nog niet terug. Nee. Nope. Mid. Ja, laten we met pushen. Is die van jou, Cedric? Ja. Waarom? Ja, misschien stond er een waard. Dat moeten we vaker ook doen. Eerst die gaat zwart en daarna... Dat is zo'n kut ding, hè, die kut Oriana. Je bent ook bang voor haar ofzo? Ja, ik ben echt bang voor haar. Ik wist niet wat het deed en de keer dat ze tegen me moest, stierf ik pittig af. Nee, maar je vindt haar ook eng hoe ze eruit ziet. Ja, ook. Nee. Oh. Het overleeft jullie doen echt weinig damage. Heb je wel spullen gekocht? Hoe kan het nou overleven tussen 4-5 mannen? Hij kan wegspringen. En als de rest wordt gestunt. Oeh. Kut, Oriana. Dat was niet het slimste wat je kon doen. Het zit erin dood! Ja! What the fuck zijn jullie voor noobs, man? Wat zijn jullie slecht, hé? Nee, Oriana is gefeed. Een beetje. Ja, Oriana is gefeed. Beetje. Die mensen hadden geen health, man. Kunnen jullie nou helemaal niks? Oriana had health. Mijn killer is Oriana. Jullie zijn echt slecht. Jullie zijn echt teleurstellend, hoor. Die minions daarboven die toren gaan pakken zijn nog beter.
Ja, succes, Varus. Die toren is eerder stuk dan dat jij damage doet. Minions, hè? Orianus. Teleurstelling hoor, dat jullie dood waren. Schreef je ook niet even aan van, oh, ik ben dood. Nee, gewoon. Oh, dat was niet zo slim! Hij is vermoord door een minion. Wie? Ah! Super minions, hè? Je hebt al een van hun turrets. Ja, dat zei ik net. Maar ja, niemand luistert naar mij. Ja, wie luistert naar Damien? Dan gaat het alleen slecht. Net zoals naar Tibi, dan moet je ook naar hem luisteren. Ja, dan zijn wij wel de beste spelers die je kunt hebben, maar... Nee, maar jullie praten ons. Wat moet je nou? Oh. Ja, het was kut dat Orianus bal overal is. En ja, dat sterf je al. Ja, maar dat kan ze verplaatsen als het goed is. Ja. Ik liep er niet in. Ik zat er zonder angst naast. Ik liep er ook niet in. Kijk, die bal stond daar net. En dan denk je, wat gaat hij doen? Gaat hij heel veel pijn doen? Gaat hij weer terug? Terugger, dude, bitch. Man. Pittige kast, hoor. Hij sprong iets weer drie keer terug. En steeds ging hij terug worden getrekt. Aw, oh, noob, killsteal report. Aw. Oh. A minion. Kijk die bal. Nee, dat is mijn. Die is van mij. Schut. Zij gaat gewoon dat balletje er weer tussen gooien. Gaan we weer allemaal afsterven. Nou, ik zit echt net niet aan de rand van de kooi. Maar ja, ik ga wel dood. Ik heb hij is een ult. Gaat hij niet verliezen van Varus, ja? Nee. Denk al. Maar daarna was... Ik ben 3 keer dood. Ik had vandaag één keer... Sveen, waar ga je... Wat ben je aan het doen, Sveen? Ik had vandaag trouwens weer na lange tijd 1 keer 3 versus 3 gedaan, hè? Ja. Ik had gewoon... Ik verloren, ah. Oh. Maar jij bent had gewonnen met een Syndra en een Yasuo in mijn team. En ik was voor jullie weer. Ja, kijk, nu sterft die man af. Die had gewoon meteen moeten gaan. Oh, heeft hij die man nog? Ja, hij ging volledig voor die man gewoon. Hij zag hem en dacht van, die pak ik. Het ging dood. Nou, het heeft die pakken wel. Waar is mijn ADC? Je ADC is terug aan het sprinten naar de shop. Noob report! En moet hij al, doet hij nooit als er geen camera is, hoor. Ja. Ja, dat beest is snel waar je op wil schieten. Dat is jammer. Maar gelukkig hebben ze geen, geen dokter moet noemen, word ik depressief van. Waar zijn ik en Darius heen en lopen, godsnaam? Nou! Doei! Kut, Oriana. Ik ga niet in mijn team aan, man. Hoi. Ik kom eraan. Trekken? Nee, ik zou ze niet trekken. Wel, allemaal. Wat? Allemaal tegelijk. Oh, nu ben ik bang. Ha, kom op, Varus! Oh. Hij kwam niet. Hij deed het gewoon. Oh. Wat, waar kwam die vandaan? Kijk, zo meteen no help. Kom op. Ik had ook daadwerkelijk de enige minion die daartussen stond. Zo, getrokken. Oh my god! Oh. My back is. Oh. Ik kon het niet riskeren. Dat het weer niet lukte! Idiot, hè. Mensen hebben weinig damage. Health. Weinig damage, ja. Ik kan er alleen niet bij. Cedric. Push jij die onderste inhibitor anders. Hop. Probeer die te slopen. Geen range. Moest het proberen. Damien, ik doe het wel. Ja, die oh ja, want ik heb die terug. Niet nodig bij deze toren. Die minions zijn hier gevaarlijk, dus ik ga ze even. Dat heeft toch geen nut wanneer er zoveel mensen staan? Die stonden er net nog niet. Wordt hij alsnog geraakt. Ja. Maar ik... Ik sprong meer weg voor Lee Sin. Die had me gewoon afgemaakt. Pakken minion. Ah, je gaat niet eerder bij die... Oh nee. De Nexus. Obstakels. Nee. Yes. Die heeft er best wel soepel omheen nog. Ja, dat deed hij goed hoor. Ja, neem maar de spec van.
kun je alleen maar geen respect voor hebben. Wow! Je moet gewoon even je back houden. Oh! Nee, waarom blijf je onder niet pushen? Blijf onder even pushen. Solo die fucking turret, dan maak het af. Nou! Oh. Nee. Hoe nou niet alsof je slecht bent. Je kunt toch sprinten? Ja. Hey, Tokyo. Ik kon sprinten. Oriana. Ik kan ook onder seconde dingen. Ja, klopt. Kan nu ook altijd. Oh nee, ik kan sprinten. Ja, ik ben dood. Oriana komt ook nog even haar bal gooien. Oh! Oh! Baby, save my life. Je bent er niet ontkomen! Nee! Ik zal je zeggen hoeveel leven ik heb, hè? En ik had die man! Hoeveel? Wat had je? Ik had 60 leven. En ik had mijn passive wel gemaakt. Die zinvol was ik echt wel kut. Ja, die dacht, ja, ja, ja! Kom, we pakken dragon. Zijn we binnen hoor, de minions? Die hebben bijna die andere toren. Pak dragon! Pom 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 pom. Kijk dat tankje die terugstuurt. Hallo! Zij is zo van oeps. Dat is Mike! Helemaal verkeerd. Ik zei ops, maar hij zo... Kut. Ik vond het wel leuk. Ik zag hem afsterven, ik denk... De laatste keer dat ik een reddingsmissie zo ging doen, eindigde het potje voordat ik het kon doen. Ja? Ja. Wat wou zij doen? Fiets. Help me mee! Kast! Nee, is niemand. Liep wel mee, hoor. Ah, hoi Lee Sin! Niemand. Oh. Dat is minder. Ah, jammer. Kut Veigar. Veigar is kut. Zin, toch? Het is echt de kut karakter. Dat is net gestunt. Ja, klopt. Je trok Lee Sin wel mooi, hoor. Ja, natuurlijk. Ook respect, alleen maar respect voor hebben. Ja, dat kan ook alleen maar. Oh! Ja, schopte die je weg? Nee. Die man schopt me de hele tijd weg zonder reden. Dat was een ult. Nee! Ik was te lang. Gaan, Cedric! Oh nee, trouwens. Attack! Wat? Ik zag... Ik deed wat je zei, maar we zijn aan het winnen. Ja, ik zag dus niet hoe... Oh. Nee! Ze heeft haar schoenen! En het is dood. Die schoenen, jongen. Eerst haar, eerst haar. ADC noob! Ja, ik dodgede de bal een beetje. Oh, wat? Nee, ze hebben gesurrenderd! Ah, nee. Hoe kan dat? Oh, dat is echt flauw. Fucking maar hell. Ik ben een echte beer. Ik ben gewoon een blitzkring. Is de opname nu niet weg? Oh ja, tuurlijk. Ik stond 2-4-10, dus dat is ook goed. Ik heb meer assist. Volume heeft ook veel assisten. Maar mijn assist komt vooral van Tristan en jouw assist. Ja, mij lukt dit voor eens te finishen, want er loopt een EDC en shit mee. Als ik nog zo een keer win, ben ik 27. Doei.